In de vorige missies heb je een app bedacht en daar stuk voor stuk alle schermen mooi uitgetekend. En nu gaan we van deze schermen echt een app maken die je op je telefoon of tablet kunt uitproberen. Je weet al dat apps meestal in een aantal stappen worden gemaakt. Het begint met een idee, vaak om een probleem op te lossen. Dan ontwerpen en bouwen. En daarna testen en verbeteren. En zo door, want een app is eigenlijk nooit af. Je weet ook dat bijna alle apps uit een heleboel schermen en onderdelen bestaan. En dat je knoppen of een menu nodig hebt om van het ene naar het andere scherm te gaan. Nu gaan we eerst alle schermen die je hebt getekend digitaal maken. Dat doen we door er een foto van te maken en ze vervolgens aan elkaar te koppelen, zodat je er echt doorheen kunt klikken. Wat heb je daarvoor nodig? Een smartphone of tablet, je ontwerpcanvas en natuurlijk de schermen die je de vorige keer hebt getekend. Terwijl je je materialen zoekt, kun je deze video weer even op pauze zetten. Als eerste gaan we de app Pop installeren. Hieronder staat een link naar de appstores. Terwijl je deze app installeert, kun je deze video weer even op pauze zetten. Gelukt? Mooi. Ik zal je eerst uitleggen hoe de app Pop werkt. We lopen stap voor stap door de app heen. Hij is wel in het Engels, maar niet heel ingewikkeld hoor. Kijk eerst maar even mee op mijn telefoon. Mijn telefoon is een Android, maar op een iPhone is het ongeveer hetzelfde. Als eerste start ik de app die je net geïnstalleerd hebt. Klik ik op Create Your First Project en geef mijn app een naam. En dan klik ik op het vinkje rechtsboven. Nu klik ik rechtsonder op de groene plus en dan op camera. Ik ga nu één voor één alle schermen fotograferen die ik de vorige keer heb uitgetekend. Als ik alle schermen heb gefotografeerd, klik ik weer op het vinkje rechtsboven. Je kunt de schermen eventueel nog aanpassen, maar ik vind ze wel goed zo, dus ik klik weer op het vinkje rechtsboven. Kijk, daar zijn al mijn schermen. De tweede stap is het aanbrengen van de links tussen de schermen. Dat doe ik door op het scherm te klikken, er verschijnt dan een rood vlak, en vervolgens op het knopje Link te klikken. Vervolgens selecteer ik dan het scherm waar ik naartoe wil. Eventueel kan ik nog een mooie overgang toevoegen. En dan klik ik op het vinkje rechtsboven. Zo link ik één voor één al mijn schermen aan elkaar. Het kan zijn dat je de eerste keer een linkje vergeet. Niet erg, dan kun je hem altijd later nog toevoegen. Als ik alle links heb toegevoegd, klik ik op de play-button bovenin. En dan kan ik mijn app testen. Als je wil stoppen met je app, hou je je vinger op het scherm en klik je op Leave Play Mode. Probeer het maar. Nu is je app prototype af. Goed gedaan. Je hebt eerst een app bedacht, toen ontworpen, nu een echt prototype gebouwd. In de volgende missie gaan we jouw app prototype testen en verbeteren. Het lijkt me superleuk om te zien wat voor app jij gemaakt hebt. Misschien wil je hem met ons delen op Facebook of Instagram. Als je dat niet zelf mag doen, kun je misschien iemand vragen om dit voor jou te doen. Tot de volgende missie.